En het mooie aan wonen in Midden-Delfland is dat je, het maakt niet uit in welke kern je woont, maar in elke kern zit je binnen een minuut in het weiland. En heb je koeien om je heen, vogels en heb je de rust eigenlijk van het gebied. Ik ben Mariska Schoenmakers-Holtkamp. Ik ben mede-eigenaar van het raadhuis Schip Luiden. Daaronder valt een lunchroom en onze eigen bierbrouwerij. Wij vinden het heel belangrijk om gebruik te maken van streekproducten. Dat hebben we eigenlijk vanaf begin af aan al gedaan. Toen zijn we op zoek gegaan naar waar kunnen we hier sla vandaan halen. Waar krijg je tomaten? Je ziet dat er nu ontwikkeling is dat er nieuwe geitenmelk komt vanuit Midden-Delfland. En geitenkaas komt uit Midden-Delfland. Dat is uiteindelijk wat het natuurlijk ook gewoon Cita Slow maakt. Dat er gewoon veel dingen hier zijn. Waarmee je ook echt een product kan maken. Zo is er bijvoorbeeld de stoere boerenboterham. Alles komt hier vandaan. De sla, de tomaten, de kaas, het brood, de boter. Op die manier proberen we met z'n allen het gebied ook goed uit te kunnen dragen naar de stad. Wat ons dan weer met z'n allen bestaansrecht geeft. Om het hier ook groen te houden. Midden-Delfland heeft een hele rijke historie. Maar het gaat allemaal heel ver terug. Vanuit de boot, moet je even staan, dan kun je de kreekruggen zien, daar waar oude boerderijen waren. Je hebt meerdere manieren om het water over te gaan. Je hebt pontjes, je hebt een handpont, je hebt bij de Foppenplas heb je pontjes die bestuurd worden. Er zijn mensen die rondvaarten regelen, er valt zoveel te beleven. En daarnaast is het weidevogelgebied, de weilanden zijn gewoon heel erg mooi om te zien. Ik weet ook dat de gemeente Midden-Delfland bezig is met het in ere herstellen van de trekvaartroute. Ze zijn al begonnen met het plaatsen van zuilen, dus mensen kunnen daar op zien wat gebeurde er daar. Dus ja, dat zijn hele leuke dingen om aan mensen te vertellen, toch de nieuwtjes eigenlijk. Ja. De mensen komen hier naar het gebied toe om te recreëren in een rustige omgeving. En te genieten van alle faciliteiten die hier in de buurt zijn. Ik ben Peter de Vette. We zijn hier op Hoeve Bouwlust. Met onze familie faciliteren we onze campinggasten en kunnen we hier het gebied laten zien. Nou, er zijn in Midden-Delfland meerdere boerderijen die zich aangesloten hebben voor educatielessen. De kinderen die leren onder andere hoe de koe gemolken wordt, waar de lammetjes vandaan komen en hoe de weidevogels zich gedragen in het natuurgebied. Op onze boerderij melken we 14 koeien op dit moment. We hebben daarbij een aansluiting gevonden in een eigen vorm van een coöperatie. We maken yoghurt en melk van deze producten en die verkopen we dan weer in lokale winkels. De vleesmeesters is ook een leuke ontwikkeling in Midden-Delfland. Daar maken ze van de oud Midden-Delflandse melkkoeien mooie vleesproducten. In Midden-Delfland hebben we een jonge boerennetwerk opgezet, waarbij heel veel jonge ondernemers uit de regio bij elkaar komen om over innovatieve dingen na te denken. Zo zorgen we samen voor het behoud van het landschap. Het is fijn dat de gemeente hier ons in helpt om iedereen bij elkaar te krijgen. In Midden-Delfland is de betrokkenheid van bewoners heel hoog. Den Hoorn is daar een voorbeeld van, maar je ziet het in andere gemeentes ook wat terugkomen. Je hebt de paarden- en boerenmarkt, in Schip Luiden, Hometown, je ziet echt verschillende dingen staan. En dat komt toch wel door mensen die zich gewoon betrokken voelen bij de gemeente. Ik ben Rokin Schenkeveld, ik werk hier bij Schenkeveld Tomaten. Midden-Delfland is vlakbij Delft, vlakbij grote steden en toch is het echt heel dorps. En dat dorpje zie je vooral in de betrokkenheid, dat zie je in heel Midden-Delfland terug. Super betrokken, waardoor er onwijs leuke dingen georganiseerd kunnen worden. Cultuursteen is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft Midden-Delfland leuker te maken. Om te zorgen dat samenhorigheid er is tussen de mensen. Dat kan zijn een klein diner waar je met fiets de hele Den Hoorn doorgaat. Maar dat kan ook een avondwandeling zijn. Nou, wat je ziet met de evenementen die we nu organiseren, dat er heel veel mensen van buiten afkomen. En ik denk dat ze gewoon het heel erg leuk vinden om in zo'n dorp een activiteit mee te maken. Omdat het net iets anders is dan iets groots en massaals in de steden.